D66 stelt namens alle fracties van de gemeenteraad van Dronten voor om agendapunt 7, het raadsvoorstel aanpassing beleid arbeidsmigrantenhuisvesting, van de agenda te halen voor vanavond. Het onderwerp arbeidsmigrantenhuisvesting leeft ontzettend in de samenleving. Met name bij hen die direct de gevolgen van dit voorstel zullen ervaren. We zien en horen dat velen van hen zich nu onvoldoende of te laat geïnformeerd voelen en daardoor onvoldoende de ruimte hebben gehad om hun zienswijze te vormen. Het gevoel van een deel van de omwonenden of andere betrokkenen dat we nu tot besluitvorming moeten komen zonder met hen daarover in gesprek te gaan, moeten we ten alle tijde voorkomen. Daarnaast zijn vanuit de verschillende fracties schriftelijke vragen gesteld. Deze zijn vanmorgen beantwoord. Dit heeft als gevolg dat niet alle fracties alle benodigde informatie voor de oordeelsvorming van vanavond voldoende hebben kunnen bespreken, bestuderen of hebben kunnen wegen. Dit alles doet ons concluderen dat dit voorstel nog onvoldoende rijp is voor beoordeelsvorming en daarna de besluitvorming. Hierbij willen wij nadrukkelijk aantekenen dat van uitstel vanavond zeker geen sprake is van afstel. Politiek dient het algemeen belang van de samenleving, ook wanneer dit betekent dat er potentieel gevoelige besluiten moeten worden genomen en dit soms mensen raakt. Maar dan zijn de voorwaarden als zorgvuldigheid en openstaan voor het gesprek des te belangrijker. We stellen voor het voorstel over het kerstreces heen te tillen en het college daarmee in de gelegenheid te stellen over de zorgen of voorwaarden van betrokkenen in gesprek te gaan. Dank u wel.